De eerste helft van het jaar was relatief warm en vooral erg nat. In de beeld viel 530 mm neerslag, normaal is dat zo'n 360 mm. Alleen in 1998 waren de eerste 6 maanden natter. Natter, meldt Weer Online vrijdag. Silence, please. Het is de zomer in Nederland. Naar de televisieopname van de Toppers van Oranje. Met u kaart, of niet? Zou ik ook goed praten, meneer de Bond? Ja, niet. Kan toch? Wat ik ook kort. Helemaal goed. Ja? Kom maar, zoek het maar op. Kom voor Toppers van Oranje, voor de televisieopname. Wij mogen niemand doorlaten. Nee, snap ik. Op het spoorweg overgaan. Nou, dan zie je de podium al staan. Oké. Ah, je naam is? Jelle. Jelle. B. B. Ben je zanger? Ja. Dat was mijn eerste handtekening op deze. Hoe heet je? Ik heet Klaas. Hoe Klaas? Waar kan ik het beste parkeren? Ah, je kunt dus weer de artiesten ingang. Hier zo om de hoek. Oké, Klaas, dankjewel. Silence, please. Wie zijn de toppers van Oranje? Dat ga ik jullie nu laten zien. Stef Ekkel, René Kars, Joey Hartkamp, Marco de Hollander, Jeffrey Hezen, Dunja Stacy, Helemaal Hollands, Danny Diego, Jelle B, Alex, Gino Graus, Frank Verkooyen, Geronimo, C. Geronimo, Temming en Temming, Frank van Etten, Henry van Velzen, Stad en Land, Bert Zwier, Tom Haver, Dennis Alberti, Wim Bouwman, Quincy, Danny Nicolai, Lucas Gea, Wesley Bronkhorst, Dean Saunders, Ancora, Gina, John en Marianne, John en Marianne, John en Marianne, John de Bever en Marinne Weber. Toppers van Oranje. Now hear this. We zijn hier fucking veel boten. Now hear this. En hier zijn ook heel veel mensen. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Nederlandstalige muziek is super populair tegenwoordig. Now hear this. Het water overal. Now hear this. Ik ben het dus niet meer eens, hè. Liever afgetraind in de kist. Zingen bij Sommeltjespop. Zingen? Ja. Nou, bekend. Is het gezellig? Ik weet niet, ik zie nooit wat al jaren. Mooi snuif. Het was wel een soort van kinderfeest, maar dat maakt natuurlijk niet uit. De boot is aangekomen, we stappen snel op de boot. Het was kort.
kortste tijd dat ik ooit op Texel ben geweest. Doei Texel! Dat was leuk, ik ga je missen! Dat waar ik geboren ben. We gaan vandaag op een paal zitten. En niet zomaar een paal, een paal boven water. En daar zit al mevrouw Jacobi. Hoe zit het mevrouw Jacobi? Goed. Ja, ja. En daar zit nog één. En zometeen mag ik op de paal zitten. Voor een uur. Voor het goede doel. Woehoe! Arendo? Ik ben doodzenuwachtig, gelukt. Ja, joh, dat is sugar cola die. Grapje, hè? Hé, zal dit er een bij opzetten? Yo! Dames en heren, het nieuwe duo van vandaag, Lotte V en Jelle B. Yeah! La la la! Na deze mooie dag, paal zitten voor Kika. En dat is echt fantastisch om te doen. Niet zozeer de paal zitten, want eigenlijk was het gewoon zitten op een soort van luxe bureaustoel boven het water. Maar het was wel vet. Het is echt super leuk om dingen te doen voor het goede doel. En nu is het zondagavond, het is 8 uur. Straks is de voetbal op. En ik heb niet meer zoveel planning vanavond, behalve het gras te maaien. En daarna dus voetbal te kijken. Dus, dat ga ik doen. En dan is het klaar voor vandaag. Dus mensen, ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video, vlog nummer 51. En ik wens jullie allen
veel plezier met het kijken naar hoe ik mijn gras maai onder mom van een mooi muziekje en misschien een leuk timelapse.